In de kelders van de oude ambachtsschool maakt Gnaffels beroemdste muis radio speciaal voor u. Welkom bij Radio Vrot. Dames en heren, nergens op de kabel, maar bij u in de huiskamer. Dit is Studio Vrot. Hé, het licht uit. Hallo. Zeker lak kapot. Iets harder. Ik ben. Altijd op zwart, hè? Oh ja. Zo. Ja. Ja. Goed zo. Gewoon op zwart. Jullie zijn bezig, zeker, hè? Ja. Ik was beneden bezig met de opname en toen ging ineens de lamp kapot. Dan zat ik in het donker. En wie ben jij? Ik ben Frot van de radio van beneden. Van radio? Radio Frot. Radio en tv. Ja, sorry. Ik zat midden in de opname en toen ging de lamp kapot in de studio. Studio? Ja, de studio. Oh, ik zou wel eens bij je op bezoek willen komen in die studio dan. Oeh. Lijkt me wel leuk. Ja. Je zocht toch een lamp? Ja. Hier is de lamp. Ja, dankjewel. Ja, dan ga ik maar weer, hè. Hallo, vriend. Dan ga ik er weer van deur. Ja. Dan zie ik jou later. Ja, wij gaan weer verder. Ja. Ja, nee, dan ga ik er van door. Ga je geen lamp? Ja, is goed. Ja, okay. Dag. Nee, ik ga buis snel. Ha. Ja. Buis snel. Hommeloem. Help. Ik moet dat studio hebben! Hommeloem! Hé! Hommeloem! Ja! Hé, ik heb een studio nodig! Oeh! Wacht even! Mijn studio. Ik wist helemaal niet dat het hier zat. Ja. Mooi is, hè? Ja, prima! Dames en heren, live hier in de uitzending, Sanne. En Sanne speelt in de nieuwe voorstelling van Gnaffel. En dat is de voorstelling... Oma, mag ik mijn pop terug? Oma, mag ik mijn pop terug? En ja, heel mooi! Prachtig! En welke pop speel jij? We hebben meerdere poppen in de voorstelling en ik speel ze allemaal. Hoeveel poppen dan? Nou, even kijken. We hebben oma, mevrouw Pepermuntje, meneer Pom, Grand Fien. En Fien, de pop natuurlijk. Ja. Sanne, mag ik jou een persoonlijke vraag stellen? Ja hoor. Sanne, met welke pop speel jij nou het liefste? Sanne? Dat is denk ik toch wel mevrouw Pepermuntje. Mevrouw Pepermuntje? Ja. Nou, dat wordt een bloepers. En wat doet die? Nou, die bouwt prachtige torentjes van pepermuntjes. Torentjes? Ja. Nu heb ik hier een torentje van kaas. Mooi. Wil jij misschien een stukje kaas? Nou, lekker, dankjewel. Ja. Oké, ik zit hier wel lekker met jou te praten, Frot, maar ik moet er vandoor. Ik zou nog naar de repetitie van Perenbomen bloeien wit. Er vandoor? Maar je bent hier wel. Ja, ik weet het, sorry. Weet je wat, kom jij anders bij ons naar de première, nodig ik je bij deze uit. Is in september, leg ik hier de flyer voor je neer. Ja. En je kan wel mee als je wil. Oh ja, graag! Gaan we samen Nou, dames en heren, dan sluit ik hierbij de uitzending af.
aan mijn... In de camera kijken, Frot. Omloop ga ik nu met Sanne er vandoor. Ha, omloop, draai nog even het oud filmpje. Doeg! De volgende aflevering van Frotspot is online op vrijdag 16 oktober. Klaar!